guys, vandaag gaan we weer kijken naar setups die mijn kijkers hebben ingestuurd via de Discord. En er zitten weer super dikke setups bij, dus laten we gaan kijken naar de allereerste setup van vandaag. De eerste setup van vandaag is super dik en dat is deze van Teun. Die is 14 jaar oud en die gamet nu op een PlayStation 5, maar die wil een PC halen. En voor een console setup is het echt een hele dikke setup. Valt me wel meteen op dat jouw monitor echt wel even een doekje kan gebruiken hier. Die lamp die op jouw monitor zit maakt het niet per se beter voor hoe het eruit ziet. Maar als we dat even vergeten is het wel echt een super dikke setup al. Je hebt echt super veel ruimte op je bureau. Je hebt het ook heel erg clean ingedeeld met één monitor al op een beugel. En als je dan ooit een tweede monitor hebt, kun je die gewoon links van de monitor doen. En dan heb je ook nog heel erg leuke decoratie aan de muur met al die paneeltjes en plantjes en zelfs een katana. Dus het is vooral heel erg clean. De sfeer is goed en je hebt echt een zwart met wit thema in de setup. Je hebt zelfs zwarte peripherals bij je PlayStation. Dat is nice. En een Tommy Boy muismat, de first. Dus ja, eigenlijk is alles wel in de setup dat erin moet zijn. Hij is nog een klein beetje leeg hier en daar. Je kunt misschien ook nog een LED-stripje toevoegen. Ik denk dat je al wel een RGB-strip hebt aan je plafond en achter je bureau. En dat geeft wel een cool effect. Ik vind de kleuren niet per se heel goed bij de setup passen. Maar stel je zou dit op paars zetten of zo, dan vind ik het eigenlijk wel heel dik. Dus ja, wat je nog kan upgraden is dan wat jij zelf al schrijft. Die PC en een tweede monitor. Maar verder vind ik hem echt super clean. Dus we beginnen weer goed vandaag. En je krijgt voor deze setup van mij een 8. Al een hele goede setup. Oeh, we gaan meteen door met een super dikke setup. Deze is van Ghostline. En die is 19 jaar. En die heeft deze setup. En deze is echt insane. Dit is echt een van de betere setups die we hier voorbij hebben zien komen. Want het heeft veel sfeer. Je hebt één monitor. Oh nee, twee monitoren. En echt een super dikke PC hier met vooral witte peripherals. Heel clean. Cable management is nice. En je hebt echt heel erg veel accessoires die gewoon goed bij elkaar passen. Het allemaal van die plankjes en dan gewoon van die LED-spots hier opgehangen. En dan onder elke spot heb je iets. Deze setup is echt volledig uitgedacht. Dit is insane. Bro, deze man mag ook wel mijn setup komen fixen. Want ik heb een decent setup, maar dit is echt anders. Man heeft ook nog een heel erg mooi, volgens mij, custom toetsenbord met custom keycaps en zieke achtergronden. Hier zelfs een jetknife van Valorant. Damn. Dit is echt heel erg insane. Ik weet niet of jij TikToks maakt. Het staat er niet bij, maar dit is echt zo'n setup waarvan ik me kan voorstellen dat hij wel eens op TikTok voorbij komt. Hier zelfs ook nog RGB achter je setup. Damn. Het is echt insane. De decoratie is echt heel erg goed. Past allemaal gewoon perfect bij elkaar. Heb je echt heel mooi op elkaar afgestemd. Peripherals, muismat, achtergronden. Ja, het is gewoon insane. Ik denk niet dat je hier iets kan upgraden eigenlijk. Je PC heeft ook een 4070 Ti en een Ryzen 7, 32 GB RAM. Er is echt, het is compleet. Ik denk dat we voor het eerst in alle setup video's die ik heb gemaakt wel een 10 moeten geven voor deze setup. Ik bedoel, wat moet ik anders? Ik kan hier geen 8 of 9 voor geven, toch? Ik vind dit echt nice. En de derde setup van vandaag is deze van Finn en die is pas 12 jaar en die gebruikt deze setup voor games en school. En je schrijft ook dat je PC, ondanks dat hij er misschien niet zo uitziet, best wel goed is. En als we de setup checken, is het ook wel echt weer een hele goede setup. We hebben echt clean setups vandaag. Zoals we hier kunnen zien is de PC inderdaad een beetje zo'n kantoorachtige behuizing. Maar schrijf je wel dat je nog 300 fps haalt op Fortnite. Dus dat vind ik knap met hoe dit eruit ziet. Dan heb je ook heel leuk een packboard boven je setup gehangen met wat RGB en dan wat accessoires. En ook hier gewoon weer wat peripherals, muismatje en een monitor. Dus het is vooral weer heel erg clean. De cable management is ook goed gedaan. Onder je bureau geen kabels. En hier gewoon twee van je peripherals. Misschien kun je nog een keer draadloze peripherals doen om het nog cleaner te maken. En ik denk dat de monitor op een monitorbeugel ook niet zou misstaan hier. Dus ja, je bent 12 en je hebt alweer deze setup. Dat is echt insane. Ik zou nog wel wat dingetjes toevoegen. Het is nu misschien zo clean dat het een beetje kaal wordt. Dus stel je zou hier misschien wandpanelen, nog wat RGB of net als bij de vorige setup wat plankjes met dingen die jij vet vindt. Dan is het wat minder kaal en dan een tweede monitor en nog wat RGB achter je setup zou het echt compleet maken. Maar het is echt wel weer heel erg goed. Toetsenbord en muis wil je nog upgraden, schrijf je. Dus als je dan naar draadloze peripherals toe gaat en misschien een iets grotere muismat. Dit is een wat kleiner formaat dan die XXL muismatten die ik bijvoorbeeld heb. Die zijn 90 bij 40 en dit is denk ik iets van 70 bij 30 of zo. Dus dat scheelt best wel wat. Dus misschien dat een Tommy Boy muismat in deze setup ook echt niet zou misstaan. Misschien het kijken waard. Ook voor jullie als jullie nog een muismat zoeken voor in je setup. Ik denk dat die ook wel mooi zou staan in deze setup. Dus ik zou die dingetjes een beetje upgraden. Die PC en die tweede monitor komen vanzelf wel. Dus ook voor deze setup krijg je van mij echt al wel weer een 8. Hij is echt super clean. Dus goed bezig. Voor iemand van 12, insane. En dan komen we aan bij de setup van Chris. En die is 15 jaar en die gebruikt deze setup voornamelijk om te gamen. En je maakt er ook video's over. Waarschijnlijk dan zo'n tech-account op TikTok. Maar ik vind het wel een hele dikke setup al. Het is een console setup, maar wel met peripherals. En voor iemand van 15 is dit ook echt wel weer insane. Je hebt lekker veel decoratie hier met die RGB in je setup. En ook die packboards achter je setup. Die maken het super clean. En je speelt zelfs op PlayStation 4 met peripherals. Dat is best wel insane. Die maken de setup wel gewoon heel erg clean. En dan nog een topo-achtig muismatje erbij die ook wel weer wat klein is, lijkt me. En dan ook gewoon weer een muismatje erbij die weer wat klein is. En dan ook gewoon weer een muismatje erbij die goed in de setup past. En je monitor met plantjes. Het is ook wel weer echt een goede setup. Damn, we hebben vandaag echt insane setups. Cable management
is ook weer heel goed gedaan. Het is voornamelijk gewoon super clean. En ook twee van die packboarden vind ik nice dat je wat meer hebt qua accessoires. De meeste mensen hebben er eentje net als de vorige setup. Twee geeft je wel gewoon wat meer ruimte. Misschien dat je nog ergens een toetsenbordje extra hebt of zo. Die je daar ook nog op kan doen. Dat zou wel nice zijn. En ook die RGB vind ik wel heel erg cool. Ik weet niet precies welke dat zijn, maar die zijn wel gewoon mooi voor in de setup. En waarschijnlijk wat goedkoper dan die Govee lights die we allemaal wel eens zien. Je hebt ook nog zo'n monitor light boven de monitor. Die snap ik nooit helemaal. Ik bedoel, het geeft wel wat gloed op je peripherals. Dus wat dat betreft is het misschien nice. Verder snap ik nooit dat mensen een licht op hun monitor leggen. Maar het staat in deze setup wel. En dan heb je ook nog een microfoontje bij de setup. Dus het is wel echt weer compleet. Ik zou dan voornamelijk gewoon die PC upgraden als je die, als je daarvoor gespaard hebt. En dan in de toekomst misschien nog een monitorbeugel met een tweede monitor. Maar ja, voor nu is het echt wel weer om te gamen, denk ik, een heerlijke setup. Dus ik zou lekker gewoon nog die PC upgraden en die tweede monitor. En voor nu is het echt al wel een hele goede setup. Dus voor deze setup krijg je van mij een 7,5. Een paar dingetjes upgraden en het is echt weer insane. Dus Chris, jij bent ook weer heel goed bezig met jouw setup. En dan komen we nu aan bij de setup van Marien. En die is 13 jaar oud en die gebruikt deze setup voornamelijk om te gamen. En iemand van 13 weer met een PC setup. Ik vind het insane. Hij is ook wederom weer heel erg clean. Deze is wel wat te clean. Er is eigenlijk nauwelijks decoratie in deze setup. Maar vooral de PC met de RGB en de peripherals met de muismat zijn echt heel erg mooi. Je hebt in deze PC een 1080 Ti. Dus wel een wat verouderde, maar wel een goede grafische kaart. En dan heb je ook nog een hele mooie behuizing met RGB. Die vind ik er wel echt cool uitzien. En een MSI monitor van 240 Hz. Dus ook echt heel erg goed. Peripherals zien er nice uit. Je hebt zelfs de Topo 2.0 in het wit. Die echt heel erg mooi staat. Man heeft hier zelfs de sleutelhanger in zijn setup. Oh, dat is insane. Voor de mensen die het niet weten, bij iedere muismat krijg je zo'n sleutelhanger. Dus deze man bewaart hem, gebruikt hem. Dat vind ik insane. Het is ook een mooie sleutelhanger, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, hij misstaat echt niet in de setup. Dus ja, al met al echt een goede setup. Ik denk, als je iets wil upgraden, dat je decoratie moet toevoegen. Misschien wat extra RGB achter je bureau. Of hier aan de wand. Een packboard, een bankje met decoratie. En misschien dat je deze wekker uit de setup kan halen. Ik bedoel, het is wel fijn dat je de tijd weet. Maar misschien kun je dan juist zo'n RGB klokje doen. Die ziet er gewoon iets cleaner uit. Dit lijkt meer op een wekker of zo. Misschien heeft het sentimentele waarde. En dan moet je het lekker in je setup houden. Maar anders zou je het eventueel nog kunnen upgraden. De headset ziet er wel nice uit. De headset stand. Dus gewoon wat extra decoratie zou deze setup echt compleet maken. Maar voor nu vind ik hem wel al gewoon decent. En zeker voor iemand van 13 is dit insane om te hebben. Ik bedoel, de meeste van ons op 13-jarige leeftijd hadden misschien een laptop die spelen.nl kon runnen en verder niks. Dus dit is insane. En als we deze setup dan een cijfer zouden moeten geven, komt deze voor mij op een 7 van de 10. En voor iemand van 13 is dat echt weer insane. Goede setup. En dan komen we nu bij de setup van Daan. En die is 11 jaar oud en heeft deze setup. Insane. 11 jaar oud en een setup. Ik vind het nice. Man heeft een grote kamer zo te zien. En ook een heel erg groot bureau. Je hebt nog een console setup met een PlayStation 5, maar wel gewoon peripherals. En ook jij hebt de Topo 2.0 van Tommy Boy in je setup, als ik het zo goed zie. Die staat wel echt mooi. En dan heb je één monitor met een lightbar en een hele zieke achtergrond op de muur. Man zit namelijk op voetbal en heeft er zelfs gewoon trofeeën mee gewonnen. Dus ik zie al hoe goed Daan is in wat hij doet. Dus ja, ik vind hem heel erg clean. Er gebeurt ook weer niet extreem veel in deze setup. Je hebt twee plantjes ter decoratie. Je hebt een aantal plantjes ter decoratie in deze setup en een mooie LED-strip. Dus misschien, ja, je wil de muur waarschijnlijk niet verpesten door iets over die halve omhaal heen te hangen. Maar voor de game setup zou het misschien nog wel iets zijn om dat te doen. En misschien een LED-stripje achter je bureau zou ook nog wel nice zijn. Maar ja, verder voor een console setup is het wel echt weer heel erg goed. Mooie peripherals. Misschien kun je de setup ook nog iets meer in het midden doen. Want nu kan ik me voorstellen als jij je muis hier gebruikt dat je bijna van het bureau afgaat. Dus misschien zou je dat nog kunnen upgraden. Maar op wat decoratie na is de console setup ook echt wel gewoon weer heel erg goed. En vooral clean. Dus ik denk voor Daan die pas 11 jaar is dat je niet heel erg veel nu kan upgraden. Misschien wat decoratie, maar that's it. Dus vooral gewoon lekker bezig. En ik denk dat we voor deze setup echt wel een 7 van de 10 kunnen geven voor Daan. Je bent goed bezig na met je setup. En dat voor 11 jaar. Ik vind het insane. En de laatste setup van vandaag is deze van Luca. En Luca gebruikt deze setup om te gamen en ook om video's over te maken. Waarschijnlijk weer een TikTok-account met dit soort video's over de setup. En ik snap dat je dat doet, want hij is super clean. Je hebt zelfs een foto van buiten de kamer gemaakt. Ik vind hem wel echt heel erg goed gelukt. Je hebt de muismat andersom liggen. Ik weet niet of daar nog een strategie achter zit, maar het logo zit hierboven. Het is wel een Tommy Boy 1.0 muismat. Dat vind ik nice. En ook misstaat deze weer echt niet in de setup. Misschien dat je in deze setup ooit je muis een witte kan halen. Die past iets beter dan bij de rest van de setup, aangezien je veel witte dingen in de setup hebt. Die het ook echt heel erg clean maken. Je hebt hier een autootje en wat plantjes ter decoratie. En een monitor. Ik weet niet wat je verder gebruikt in de setup. Oeh, dit is een zoektocht naar wat wordt er gebruikt in de setup. Ik denk dat er een PC in dit kastje zit. Of een console, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar er staat ook niet in je insturing wat je gebruikt. Dus als we even uitgaan van een laptop of iets in deze setup, zou ik dan waarschijnlijk upgraden naar een PC die dan op je bureau kan. Maar ja, je bent 13 en PC is duur, dus ik snap dat dat misschien nog niet haalbaar is. Maar dat is wel iets voor de toekomst. De PC op het bureau en dan misschien nog een tweede monitor. Al vind ik deze ene die zo
zweeft tegen de muur aan. Ook wel echt clean. Dus ja, gewoon echt weer een super clean setup. Veel ruimte. Je kunt nog wel wat extra accessoires toevoegen qua decoratie of wat RGB of zo. Maar verder is het ook echt wel weer een hele goede setup. De PC moet dan ooit nog komen. Maar verder, ja, color team en alles is aanwezig. De muis misschien nog in het wit. En dan is het helemaal compleet. Dus voor iemand van 13 Luca, insane. Goed bezig. Dus als we voor deze setup nu een cijfer geven, denk ik een 7,5. Ook omdat we niet weten wat er nou precies gebruikt wordt in de setup. Maar wel een hele mooie clean setup. Dus Luca, jij bent ook echt goed bezig met je setup. En dan waren dat de insane setups van vandaag. Er zaten echt bangers tussen. Dus voor deze video leuk, drop dan even een like op de video en abonneer voor meer video's. En als je nog een video wil kijken, kun je bijvoorbeeld deze checken. Tot later.